Hey mensen, Mark hier voor Art Dynasty met vandaag weer een nieuwe video op FIFA 19 vanaf Gamescom. Shoutout naar jullie natuurlijk voor het regelen dat we hier kunnen zijn, kunnen opnemen. En ik ben hier met mijn favoriete Brabander, jullie favoriete PSV supporter, met Robbie. En kijk, als je dan zo'n PSV fan bij je hebt, dan moet je Ajax PSV doen op de nieuwe Survival Game Mode. Als je niet weet hoe dit werkt natuurlijk, het principe is vrij simpel. Het is eigenlijk een normale match, met de belangrijkste catch is dat elke keer dat je scoort, verlies je een speler. En ook als je rood pakt, verlies je ook een speler. Dat is vaak zo. En dat is wel ongelooflijk hoeveel ik weet van voetbal. Maar het ding is dus dat het is doel is gewoon om te winnen met zo min mogelijk spelers over. En voor mij is dat natuurlijk niet zo moeilijk. Weet je, Rob speelt niet zoveel FIFA. Ga naar toe doen. Ik heb vertrouwen in mezelf. PSV speelt constant pressure. Nou, dat vind ik een beetje overdreven als je niet eens bent. Klein beetje overdreven, maar... Die gaan we eigenlijk links buiten zetten bij Ajax, is natuurlijk de vraag. Als je natuurlijk meer ratings wil zien, ik heb natuurlijk een video gemaakt over alle ratings in FIFA 19 tot nu toe. Die kan je aanklikken in het i'tje bovenin. En Rob, hoeveel duimpjes omhoog? 1500. Vind ik een mooi aantal. Dan heel veel. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, want Road to 100.000 moet een keer gehaald worden. Ik zeg niet dat ik een beetje depressief word onderhand, maar negatieve kijk op het leven wordt nabij. Maar we gaan de Johan Cruijff Arena doen en zien we wel hoe het wordt. Zit die er al in? Ja? Oh, dat is natuurlijk de full game natuurlijk. Ja man. Ik wil wel een of andere demo aan het spelen waren. Wat ik wel in ga stellen, waar ik net ook een video over heb gemaakt, is dit op movement en mechanics en dan die twee gewoon uit inderdaad. Eskedeek! Come on! Heb je opstelling veranderd? Ik speel 4-2-2-2-2-2. Met Lozano in de spot. Het is een hele andere camera. Heb jij dat net veranderd? Ja, ik heb dat ingesteld. Ik heb ook een video over gemaakt dat ik dit, omdat ik deze instelling al 2 jaar gebruik. En onthoudt hij dat wel? Ja. Want die trainer moet je elke keer opnieuw aanzetten. Ik hoop dat dat is sowieso wel. Dat kan je dan sowieso instellen. Dat kan niet anders. Hier heb je wel van over. Succes, hè? Yo, ik heb het. En de rest natuurlijk vast de skills. Oh, what the fuck? Wat lach je nou? Ja, gast, je bent gelijk in het ziekenhuis. Voor jou te hopen dat je 1-0 maakt omdat Daily Blind eraf had gesnoept. Gast, Daily Blind, koningballetje breed. Die moet je gewoon in je team hebben. Wil je ook met Lucassen? Nee. Hij is wel moker snel nog steeds, hè? Oh, waarom heb ik hem? Hij is op FIFA altijd zwaar goed. Waarom heb ik er eigenlijk niet ingezet? Dat is niet slim, hè? 82 snelheid, 82 kracht, 82 uitdagingen. Dat is fucking goed voor zo'n 73-rede mannetje. Plus Schwab is waarschijnlijk die zo'n 40, weet je, die heeft 30 snelheid. Je moet echt even wennen aan die camera. Ja, het is wel even anders. Het is toch mooi mensen, weet je, ik vind dat wel aardig van mezelf. Ik probeer toch een beetje in de wedstrijd houden, weet je, kans laten geven. Oké, laat maar. Oh nee, nee. Oh. Ik zeg niet dat ik daar goed wegkom, maar het is wel zo. Heb je Donjo Malen eigenlijk? Ja, maar niet erin staan. Maar die zit wel bij de selectie, ja. Hey, ex-Arsenal speler. Gast, mensen werden gisteren lijp op mij, want ik was Glep had dus gescoord. Wie? Ik, jawel, hij had gisteren toch gescoord. Wie? Ik zei wie? Glep. Oh ja? Dus ik had Glep gevierd met een hartje erachter. Ja, ex-Arsenal speler. En die ging het helemaal lijp. Heb je ook Donjon Malen gevierd met een hartje erachter? Ja, maar die heeft nooit voor het eerst gescoord. Dus hij is net zo ex-Arsenal als Glep. Nee, Glep was goed. Donjon Malen is Donjon Malen. Dat is rustig jong. Pas op. Zo lijp altijd van hem met opnames. Oké, kijk. Oh, nee. Oh, dus Russie. Oh, hij mist hem! Oh, dat is Luc, hè? Ja, dat nee, dat was Prero. Maar ik verlengde hem bewust, hè? Ja, nee, gast, het ziet er fucking goed uit. Oh, dit ook. Ja, psych. Maar het is Rui. Oh, wacht, waarom heb ik hem niet? Ik kan natuurlijk Veldman op respect hebben, dat is jouw favoriet. Vooral van Lozano. Gast, nee, gedraag je. Maar je kan toch ook gewoon. Oh, het was corner, het was corner. Okay. Ik deed geen. Fijn dat die corner op Lozano trouwens. Ik deed een normaal schot, hè? Dat balkje gaat al lopen, maar hij heeft geen kleur, dus dan is het geen timer schot. Ik gebruik dat namelijk nooit. Nee, ik moet zeggen, ik ben niet een fan van bord. Oh, fuck. Ik wou net zeggen, als hij niks gegeven. Rosario, 68 meter, 3 maar spelen. Hij lijkt wel groter dan in real life. Hij is echt typisch groot. Ja? Zware beest. Wie was dat gisteren nou dan zo klein was? Mauro Junior. Oh ja, Mauro, die is ook wel klein. Hij is eigenlijk opeens nu Younes weg, dan heb je bar weinig echte wingers. Je moet Tadić daar gaan gooien. Angelino! Nee. Gast, geen panna, ik wil geen panna. Ah, die bal moest op de Jong natuurlijk. Boom! Nee. Ah, moe. Nee. Gast. Het is geen verdediging. Wat is dit game? Look at this game. Ah. Nee. Oh nee, Luke, wees realistisch. Oh mijn god. Gast, ik ben beter. Ik zeg het niet graag, maar ja. Oh, nog een kans. Oh Nana. Dat is de donkere Neuer, heb ik gehoord. Wat?
Mensen, tactisch ingooitje. Oh, hoe kan je zo genaaid worden, eerlijk? Oh my lord. Ik wil het niet over de schoten hebben. Mensen, ik heb ongeveer evenveel schoten als Bob op dit moment. Als met Schöne kan je nooit op Kim spelen. Ik kan Romero brengen. Donnie. Nou ja, kijk. Bij die ene mijn klote. Casper. Lucas zit niet bij de selectie. Nee. Oh, wat een paas. Oh, gast. Bergwijn. Pardon, De Ligt. Nee. Ja, is een lekker bot. Zit lekker in zijn wel, die Bergwijn. Stevie. Nog steeds geen gameface. Nee, niemand bij PSV, toch alleen maar ja, Lozano. En hoe komt Lozano eraan eigenlijk? WK. Oh. WK-updates, die hebben ze allemaal ingehouden. Mertens heeft nu ook eindelijk een gameface, dat soort dingen. Maar wie gaat eruit? Ja, hij zit er goed in, hoor. Deze. Ik dacht dat hij naast ging eigenlijk. Jorrit. Slechtste speler van het veld, gaat van het veld. Ja, FIFA technisch had ik liever gehad dat Rosario eraf ging natuurlijk. Ja. Mijn laagste reden in het veld. Geen winnaar. Komt-ie? Nee. Oh, hij mist hem! Pikkenbaas! Hou het leven. Maxi Rodriguez. Oh, ik doe een doorpas. Oh ja. Oh nee. Wat? Casper Dolberg! Look at this dude! Casper. Ah, lekker man. Mooi gameface. Swap of zo. Houden we. Ja, dat is dus het nadeel van Fullback die mee naar voren komen. Klote! Daily, jongen. Ras Amsterdammer. Lak op. Ja, dat doe je dan binnen. Zie je, dat is wel niet ticket breven gegeven. Kom op. Nee. Ja. Come on! Lozano? Chucky. Gaat zijn goal gisteren, mooi. Hij is echt een zieke gamer. Hij lijkt echt. Hij is echt goed. Maar de rest, ja, lijkt wel echt een kenner. Je gaat eraf. Dat is zo'n Dumfries. Jikke man. Ik had het al lang doorzien, maar dan verdedig je het en het gaat gewoon niet. Hakim. Hey, blijf. Ik ben niet, dus vind je het niet fijn. 90ste minuut, 2-2. Ja, Rob, dat is zuur. Ja, maar vooral omdat ik zag deze run al van een kwartier aankomen en weer hem teruglopen. Maar ja, dat is gewoon niet te doen. Denzel Dumfries eruit. Ja. Volgens mij tijd, hè, 93ste minuut. Elke keer de laatste minuut krijg je me niet mee. Kijk dan! Ja, maar kijk, ik heb wel balbezit. Ja, team even net omhoog. Godsamme. Dit is nog steeds gewoon FIFA blijft FIFA. Kut. Doei. Penalty. Oh, dan gaat hij ook nog rood. Dan moet je. Nee, geel. Oh, rood. Nicky. Kijk, nu is gewoon afgelopen. Nu is gewoon afgelopen. Ja, ik wist dat je zou kijken. En ik denk dat je door het midden zou schieten, misschien ernaast. Geen red, die heeft niks meer. Die bal bij hem is nog kleiner dan jouw voetbalintelligentie. Oh nee. Boom! Gast, woe! Oh, Irving Lozano! Tyler Fico, minder, hè? Nu heb ik twee man minder, besef dat even. Ja, gaat er nu nog in af, hè? Ja, oh. Wie? Lozano zelf. Oh mijn god. Tot zijn nog een hemel op aarde. Echt, hij loopt er helemaal alleen. Geen CA's meer, geen spits meer. En dan toch de bal veroveren. Kijk dan, er staan drie verdedigers. Lijkt wel of ik vier man minder heb of zo. Ja, dit is echt klaar. Ja, dit kon ook niet anders. Dit kon niet goed blijven gaan. Twee man minder. De Jong. Toekomstige Barcelona spelers in de full game zit hier niet meer, maar. Ah, je hebt nog steeds een man minder. Ja, dat wel, maar nu was het. Nu merk je het wel minder. Penalty. Jongen, I'll take it. Oh, ik heb echt een goede penalty nemers. Je hebt al 8 spelers. So here he comes. Up to take the first penalty. Ja, Jeroen. Jeroentje. So next up to take the penalty. Misschien ik deed niks. Ik deed zo en toen drukte ik alleen op rondje. Mogelijk. Doe het even zo. Oh, ik denk je ziet het sowieso niet meer. Ik dacht dat ze je net ook al man. Nee, toch?
treuren. Stel je wordt zo genaaid door de game, eerlijk. Ja. Goeie penalty. Well, he's up to the task with his penalty. It's time to step up. Look at this dude. Waarom ben ik niet gebeurd? Oh, wacht, is dit de winnende? Ja, maar je weet hoe Angelino winnende penalties neemt, hè? Ja. In de rechterhoek. Ja, ja. Ja, ja. Nee, wacht, dit is hem. Ja, maar ik sta nu wel vol. Ja, oké, maar zometeen verlies je hem. Dat kan, maar ik sta nu wel vol. Klopt. Kom op. Je hebt deze game wordt echt online nodig, het is ongekend. Ja, ja, Daniel. Oh, het is afgelopen. Ja, dat is de winnaar. Ik moet zeggen. Hou de camera heel. Ja, thanks. Ja, dit is echt lachen. Ik hou van deze game ook. Dit moet je echt online hebben. Maakt het wel extra leuk omdat wij nou naast elkaar zitten en je kunt tegen elkaar praten. Is wel zo, gast. Maar het moet wel eigenlijk online, maar ik vind deze game ook... Wat niet eens kan afkomen. Gast, gewoon leuke goals. Ja, op een gegeven moment één man voorin. Ja. Is gewoon lachen. Dat is gewoon goud, zeker als je die verlenging doet. Hey Rob, Pik, dankjewel Lulo. Ja, en tot later. Joejoe.